Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Joost en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Minecraft. Jij kiest de serie waarin jullie bepalen wat de frick ik doe in deze Minecraft Let's Play. Jullie hebben onder de afgelopen video, die van gisteren, weer massaal comments achtergelaten. Dank daarvoor. En ik heb daar 2 van uitgezocht die ik eventjes doe, waarvan ik eventjes de namen op bordjes ga plaatsen in mijn mooie muren in mijn nieuwe base natuurlijk. En natuurlijk ook die opdrachten even uitvoeren. Ook heb ik zelf nog wat plannetjes die ik wil gaan doen in deze aflevering. Dus laten we gewoon meteen beginnen. Oké, daar zijn we dan, dames en heren, in natuurlijk onze mooie tuin eigenlijk van onze basis. We kunnen vanaf hier even lekker naar binnen kijken naar al het mooie wat Berend Brouwer voor ons heeft gemaakt. Berend Brouwer? Hij is geen bierbrouwer, dames en heren. Berend Brouwer, there we go. Hij heeft natuurlijk deze hele mooie base voor ons in elkaar geflanst. En daar ben ik hem nog steeds eeuwig dankbaar voor. Dus dankjewel, Berend. Anyways, hij is zo te zien verdwenen. Hij heeft zijn knopje meegenomen. Zou die ook de command blocks meegenomen vanuit mijn huis? Let's go. Yep, het is helemaal clean hier, oh. Nice! Dit is nu officieel onze basis. We zijn officieel ingetrokken. Een paar dingetjes die ik wil doen in deze aflevering is zometeen sowieso die item frames even fixen. Voor al die chests. Ik heb 2 comments van jullie uitgekozen, zoals ik al zei in het intro, die ik eventjes ga behandelen. En wat ik ook nog wil gaan doen is eventjes naar de quest en de item roulette. Dat lijkt me wel een goeie. En ik had nog wat bedacht wat ik wilde gaan doen. Ja, dat is gewoon eventjes een beetje dat opruimen. En gewoon onze koetjes en kippetjes een beetje voort blijven planten. Dat is wel belangrijk, hè. Over voortplanten gesproken, laten we dat nou gewoon meteen eventjes doen. Want ja, dan kunnen die misschien opgroeien. En dan kunnen we misschien aan het einde van de aflevering ze... Ik moet echt even stofzuigen hier. Holy shit. Niezen hoest altijd in de binnenkant van je arm, jongens. Goed, laat ik de koetjes eventjes opgroeien. Laat ik ze nog een keer eventjes een extra koe maken. Zodat wij er 4 hebben in totaal. That's nice. Frits! Ik was alweer vergeten dat ik jou had, joh. Hoe is het, Frits Jonk? Hoe is het, Frits Jonk? Oké, laten wij even nog wat meer kippetjes maken. Het lijkt me sowieso wel goed om vandaag eventjes dichter bij de beesten te blijven. Zodat ook deze dieren allemaal een kleur opgroeien. Want we hebben heel veel mini-beestjes nu. Dat is wel lastig. Op een gegeven moment moeten we uiteindelijk ook gaan denken aan een groter hok voor de koeien en de kipjes, zodat ze allemaal een beetje los van elkaar in hokken kunnen zitten. Want ze zitten nu allemaal bij elkaar, wat niet echt praktisch is eigenlijk. Maar goed, Woofer, No Name en Subwoofer, jullie zijn allemaal lekker aan het chillen hier, oh. Ik heb een leuke naam voor jou, Hondo Vriendo. En die ga ik ga daarvoor eventjes meteen een mooie, hoe heet het, pakken, een name tag voor jou. Want dan ga ik hem ook gelijk geven. Ik heb voor die kat ook een naampie. Dus dat komt helemaal goed. Dus even kijken. Wij hebben als het goed is een name tags voor deze. So that's nice. Laten we even meteen slapen. Oké, komt u maar. Hoe ik de hond wil gaan noemen is namelijk Moos. There we go. De hond gaat Moos heten. En waarom die Moos gaat heten, ga ik jullie eigenlijk niet vertellen. Daar komen jullie op een gegeven moment wel achter. Misschien niet in deze video, maar op een gegeven moment. Goed, ik heb nog wat meer name tags. En laat ik ze allemaal gewoon gelijk eventjes maken. Want ik wilde namelijk de kat ook een naam geven. En daarvoor heb ik wel een leuke comment uitgekozen. En die is geplaatst door Ruben van der Graaf. En die zegt, hey Joost, noem je kat Kat-san. Want zo noem je hem al de hele tijd. En dat vond ik wel een leuke naam. Lekker Japans. Dus wij gaan hem Kat-san. Er moet eigenlijk wel een streepje tussen. Dus we did it. We hebben Kat-san en Moos. En we hebben nog 3 name tags over. En als het goed is, hebben wij dan al onze dieren wel een naampje gegeven. We hadden natuurlijk ook Boris. May he rest in peace. We moeten eigenlijk misschien eventjes een nieuwe Boris stemmen, jongens. Een Boris 3.0. Dat is eigenlijk wel een goeie. Even kijken. We hebben Moos. Moos, vriend. Je hebt een naam nu. How you doing? Het kan ook een meisje zijn trouwens. Is Moos een jongetjes of een meisjesnaam? I don't know. We'll see. En we hebben Kat-san. En die geven we natuurlijk even aan onze kat. The Guardian of the Liften. Zit hier nog steeds lekker de liften te beschermen. Goed bezig, Kat-san. Ik wil trouwens nog even wat doen. En dat is eventjes een mooi kleurtje halen. Om de band van Moos even te kleuren. Ik denk dat Moos is wel een groene. Oké, Moosje. Want dan hebben we nu meneer Subwoofer die rood is. Oh, Woofer is ook een groen. Oh, nou hebben ze... Is dit dezelfde kleur? Dat is meer lime, right? I don't know. Ze zijn een beetje hetzelfde gekleurd. Het is toch een andere kleur groen. Oké, we'll leave it at this. Dat is helemaal goed. Dus Ruben van der Graaf, jouw naam komt natuurlijk op de muur. En laten we ook gewoon meteen eventjes de tweede comment erbij halen. Terwijl ik eventjes een mals bordje pak voor deze 2 commenters van vandaag. 1 en 2. Want de tweede comment is geplaatst door Anne. En Anne zei, maak in plaats van een lavaput een cactus op zand. Want daar kan je al je spul in gooien en dan verdwijnt het. En als je het met lava doet, verbrand je beest trouwens. Joost, superleuke video. Like zodat Joost het ziet. Dankjewel Anne voor je complimentje en je goede advies. Want ik had dus legit... was ik van plan om een lavaput te maken. En ik las alleen maar in de comments dat jullie het hadden over het feit dat Rudy dat ook al eens geprobeerd heeft. En dat Rudy's base dus helemaal was afgebrand. Dus Anna Wilsh, dank je wel voor jouw toffe suggestie. En Ruben van der Graaf, jij zit ook op het bord. Dus jullie staan met z'n tweeën op het bord. We hebben een rij gecomplete, dames en heren. Let's go. Dus we gaan in de volgende aflevering beginnen aan de rij hieronder met name. En dan aan de rij daaronder. Dus jongens, jullie weten wat jullie te doen staan. Jongens en meisjes natuurlijk. Laat comments achter in de reacties. Goed. Dus aangezien wij onze kat al een naam hebben gegeven, dat is nu Kat-san, ga ik eventjes de comment van Anna behandelen. En dat is natuurlijk door middel van op zoek te gaan naar een cactus. Want wij hebben dat nodig voor natuurlijk onze cactus delete machine. Hoe zal ik het maar even noemen. En ik heb echt even vlees nodig, want ik ben aan het verhongeren en dat is niet zo leuk. Zo, daar gaat nu 4 furnaces lekker vis aan het barbecuen. So that's nice. Give me all the finchies. De name tags stop ik wel weer hierin. May he rest in peace, de Iron Horse armor van Boris. Hij zit hier nog steeds. Oh, so sad. Oké, ja. En we hebben leather nodig natuurlijk voor al die item frames. Maar daar zijn we buiten mee bezig eigenlijk. Dus dat moet even op zich wachten. Goed, ik denk dat als mijn vlees, of nou ja, vis klaar is, dat ik dan gelijk eventjes naar de woestijn trek. Om daar dus eventjes wat cactussen mee te nemen en wat zand. En dan gaan we dat even ergens in de base plaatsen. Kijk trouwens, onze visjes jongens, ze zwemmen weer lekker rond. Daar zit onze pufferfish en hebben we ook nog onze... Jee, daar zitten onze 2 kots, die zitten daar in het water. Ik wil zeldzamere vissen jongens. I want more rare fishes. Oké, let's go. We gaan naar de woestijn toe. Even kijken waar die ook alweer zit joh, want ik heb geen idee. We kunnen daarheen, maar dat is daar is mijn fishing spot. Dus dat is ook niet de plek waar ik naartoe wil. Ik moet even denken waar ook alweer de woestijn zit, joh. Volgens mij die kant op. Het was de base van Don zat daar. Dus, oh ja, wacht. De base van Don zat aan de andere kant van de quest tower. Dus het is misschien wel een goed idee om gewoon naar de quest tower te gaan. En dan lekker daar een nieuwe quest te pakken misschien. Of misschien eventjes te checken wat de weekly item roulette is. En dan lopen we gewoon door voorbij de base van Jamie en van Rudy. En dan komen we als het goed is bij de base van Don uit. En die zit in de woestijn. En daar kunnen wij vast wel wat cactus vinden. Hallo paardvrienden. Ik heb slecht nieuws over jullie voorgaande broer, Boris 2. Hij is overleden. Het spijt me zeer, jongens, maar het is gebeurd. En ik vind het gewoon erg vervelend allemaal, maar sorry, jongens, het spijt me. Hallo, paardje. Oké, ik denk dat ik die sterkste paard weer opnieuw ga temmen. Gewoon puur voor het hebben van een extra paard. Ik denk dat het wat chill is, want ik heb helemaal geen zin om naar de woestijn te lopen vanaf hier. Oh, frick. Ik ga trouwens gewoon alle koeien een beetje killen die ik op mijn pad tegenkom. Gewoon puur zodat ik weer nieuw leather heb. Because I need all the leather I can get. Volgens mij hebben we het gedaan, joh. We hebben het gewoon gedaan. Potverdorie. We did it. We done did it. Dit is ons nieuwe paard. Boris is zo snel vervangen. I hate it eigenlijk. Ik vind het best wel... Ik voel me schuldig dat ik Boris al zo snel heb vervangen. Maar ja, Boris 2.0 ging ook wel op zo'n lummelige manier dood. We need another one. Jullie zeiden trouwens ook volledig in de comments alleen maar dat ik een graf moest maken voor Boris 2. Dus dat gaan we denk ik ook nog wel even doen als we dadelijk weer terug zijn in onze base. Niet nu. Ik weet dat we nu ook weer terug zijn in onze base. Maar ik kom eigenlijk alleen maar eventjes een saddle halen. Hé jongens, willen jullie even wat vlees? Here you go joh. Neem even lekker wat vlees, alsjeblieft. Wow, spant er nou gewoon een skeleton in mijn basis? Bruh, waar kom jij vandaan? Oké, er zit dus ergens in mijn base een plek waar het iets te donker is. En ik vraag me af waar. Komen jullie tot leven? Zijn jullie tot leven gekomen? Dat is vreemd. Oké, we wachten eventjes tot het nacht wordt en dan kunnen we dat eventjes tot nader onderzoeken, want dit is heel gek. Oké, Gucci. Ik neem eventjes wat vis mee voor mijn Kat-san. Die verdient ook wel even een hapje. Oké, vers getemd paardje. How you doing? Ik heb jou net getemd. Alles Gucci, alles poppin. There you go. And I dub you. Oh, can you stay away? Het is niet de bedoeling dat jij mij even komt storen in mijn... I dub you! Boris 3.0! He has been created, dames en heren. Boris 3.0 is onder ons. Hallo vriend. How you doing? Ik voel me schuldig dat ik legit nu al een nieuwe Boris heb. Maar it needs to be done, jongens. It needs to be done. Eet je... Shit. Oké, hij heeft geen honger. Goed. Eet dan maar niet. Het wordt wel nacht. Is het handig? Is het handig om dan nu weg te gaan? Ik weet niet. Oh mijn god, Boris 3.0 was traag. Boris 2.0 had evenveel health en was sneller. Ooit vinden wij een sneller paard, jongens. Misschien eigenlijk als we nu een nieuw paard tegen kunnen komen wat wel snel is. Dan kunnen we dat eigenlijk gewoon instant... of laten breeden met Boris 3.0. En dan krijgen we een sterker, sneller paard. That would be nice. Oké, Boris, let's boogie. We gaan naar de toren. Even bij de questen kijken. Even bij de dailies kijken. Of bij de weeklies kan ik het beter zeggen. En dan gaan we naar de woestijn. Dat was ons plan. itemroulette, et cetera. Zodat zien zijn alle Joost X Rudy posters hier wel weggehaald, though. Wel jammer. Ik vond het een mooi propaganda, maar ze hebben legit... Ik heb nog geen enkele nieuwe post gezien. De enige post die ik nog zag hangen was bij de basis van Don eigenlijk. Oké, wat hebben wij? 2 magma creams. Oké, ik heb er 1. Dus dat kunnen we wel voor elkaar krijgen. Magma creams. Oké, nou dan kunnen we wel even op zoek gaan in de nether. Moeten we wel naar de nether. Maar we can make it happen. We can make it happen. Ik ben op zich wel weer benieuwd wat de item roulette gaat zijn. Voor deze keer. Ik heb het al een paar weken geskipt natuurlijk. Dus Gucci. Wij gaan dat zo meteen even doen. Maar allereerst eventjes een bezoekje brengen aan de Questentoren. En dan een bezoekje brengen aan de woestijn. Hey, trouwens, nu we toch bij de baas van Duncan zijn, kunnen we ook gelijk even een bij meenemen. Ik weet nog dat die bijen daar waren. So that would be nice. Oké, wat hebben we? Getrilde Scott, je laatste adem. Die ziet er sowieso nieuw uit. Stonewind en Beginner's Quest. We gaan voor je laatste adem, boys and girls. We hebben een quest geclaimd. En we bailin. Alle Joost X Rudy propaganda is ook uit de quest-toren verwijderd. Zo jammer. Oké, laten we eerst even een bezoekje brengen aan de woestijn. En dan op de terugweg langs de basis van Duncan. En dan kunnen we het via daar eventjes de nether in voor die magma cream. En kijk eens aan wat een grote hoeveelheden met cactus er te vinden zijn hier in de woestijn. Dus dat komt helemaal goed, dames en heren. Hier hebben wij geen issues mee. Hallo, cactussen. Ah! What the frick, man? What the frick? Wat is dit? Wie plaatst er hier zo'n gat? Hallo? Oké, Boris 3.0. Wat ziet er nou uit dat wij in een lastige situatie zitten? Wij met z'n twee. Ik heb geen pickaxe bij me. Oh, goddammit. Ja, dit is problematisch, Boris. Jij en ik zitten hier vast, hè? Het is dat ik op home kan teleporteren, maar dit is erg treurig. Ook gewoon precies als ik geen pickaxe mee heb, val ik in dit gat. God freaking dammit, mensen. Oké, ik tip even op home. Want ik kan er anders niet uit. Haal mijn pickaxe. Jezus, wat een ongeluk zeg. Dit moet iemand geplaatst hebben. Dat lijkt me niet. Het is gewoon een trollplek, joh. Oké. Koop kaartjes op joostxrudy.nl. There we go. We got him. Oké, breng me terug naar de woestijn, please. Zo, als het goed is zou het hier ergens moeten zijn. Ja, hier zit hij. Wat een rotplek voor een enorm gat, joh. I come to save you. Echt ongelooflijk wat een plek. Goed, mijn plan is denk ik om gewoon een trap te maken naar boven. Ik zou niet weten hoe ik hier anders moet uitkomen. Dus Paardsan, even geduld AUB. Ik graaf ons hier even uit. Hopelijk valt er geen zand op het dak dadelijk, want dat zou ook niet leuk zijn. Oké, Paardsan, let's go. Kijk naar hoeveel zand. Woestijn. Wie verzint het ook om in een woestijn een gat te graven? Helemaal niet leuk. Oké. We zijn er een soort van bijna uit, though. Oh, zand. Oké, this should do it. Laten we dit nog even weghalen boven je hoofd. Oh. Boris 3.0. Holy moly, bro, Boris. Je liet me even schrikken. Jesus, creases, man. Hij liet me echt even schrikken. Ik had hem bijna gekild. Nee, joh. Rotzand. Ah, wat een kut trap. Oké, zand. I need to build this again. Wat een rottrap. Wat een rottrap. Oké, Boris. Ik heb onszelf eruit gegraven. Dus we zijn goed. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, wie dat geflikt heeft, maar... Whatever. Give me some cactus. We hebben 3 cactussen. Is dat voldoende? Volgens mij is dat meer dan voldoende. Top. Hey, dat betekent dat de opdracht van... Nee! Schok. De opdracht van Anne is voltooid. En die van Ruben ook. Thanks. We waren wel een beetje eenvoudig, maar dat maakt niet uit. Ze waren wel nodig. Dus dank jullie wel voor jullie comments. Oké, als het goed is, zit hier ergens in de buurt die bij en de base van Duncan. Waar ik beide eventjes een kijkje wil maken. Oei, is dit een soort van hidden... Dat is een hidden entrance van Duncan's base. Dat is handig. Ik zet wel even Paardsano Daro Nero. Kijk, aan het mooie paardje. Of aan het mooie paaltje. Zo. Even kijken. Oeh, dan moeten we eventjes die kant langs. Ik wil eventjes die geheime ingang gebruiken van Duncan. Het zag er cool uit. Oké. Geronimo! Hoppakee. En we zijn hier. Oh, dit is echt gewoon direct naar beneden. Nice. Hallo Duncan's basis. Wat kan je ook weer doen? De nether portal, of course. I already forgot. Wat is dit? Wederopbouw van het dorp. Oké, blijkbaar heeft hij iets gedaan. Goed, nether portal. Ik vind het heel eng. Hallo Joost, lijkt me ook leuk. X-roedel. Hij heeft die bordjes nog steeds niet weggehaald. Over dingetjes gesproken. Ik ga hier eventjes wat items van mij instoppen. Want ik vind het heel eng om met zoveel items naar de nether te gaan. Wat hebben we ook weer nodig? We hebben een magma cream nodig. Dus deze neem ik wel mee voor wat kwarts. Die neem ik ook wel mee, just in case. Oké, dit neem ik mee. Dit is een beetje een eng setje met spulletjes. Als ik dat kwijtraak in de nether ben ik heel erg verdrietig. Maar... Hey, Joost X Rudy poster! Die zit er nog! Haha! Oh, wat is dit voor een plek, joh? Deze netherportal is in één keer op een hele andere locatie. Dit is niet de plek die ik me herinner. Hallo? Dat is de plek die ik me herinner. Maar dit is niet heel erg. Ik bedoel, we zijn nu meteen bij de Nether Fortress. En daar moeten we ook zijn voor onze Magma Cream. En we krijgen een achievement. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Top. Magma Creampies. Dan moeten wij zo'n stomme springende kubus hebben. Misschien handig als ik wel iets van een bouwblok had meegenomen. Want ik vind het nou wel een beetje eng om hier zo even wild te gaan bouwen. Ik hak wel eventjes wat netherrack weg, zodat ik iets heb om te bouwen. Hey, Blaze. Goeie vrienden, hoe is het met jullie? Oké, thanks voor die snipe. Drop hier nog iets van Blaze Rods? Of helemaal niet? Nee, helemaal niet, hè? Blaze Rods had ik wel even kunnen gebruiken, hè? Hey, een chestje. Oeh, ik neem aan dat die al geloot is. Dit ziet eruit als namelijk een plek die blijkbaar door iemand in de lava is gezet. Wat ik wel erg jammer vind, want het had net zo goed een hele mooie plek kunnen zijn om nether wards te verzamelen. Maar hallo? Is leeg! Wat doe ik hier? Dit is een al geloot en nether fortress. Waarschijnlijk is sowieso alles in de nether al geloot. Dat ik erg jammer vind, want ja, laat het over voor de rest van de server. Oké. Nether fortress gaat wel diep, though. Ja. Hey, jou zocht ik. Hallo. Okay. Oh! Dat had heel eng kunnen aflopen. Vriend. Oh, ik ga eens even jou killen. Jij bent namelijk erg vervelend. Eens even kijken. Komt hij eventjes bij mij? Auw. Ik zweer het. Ik moet echt op mijn freaking voeten letten. Oké. Thank you. Hebben we net een rod? We hebben een blaze rod. Thanks. Dat is wat ik wilde. Alhoewel, niet dat ik wilde. Ik wil van jou een magma creampie. Thank you. Dat was legit alles wat ik nodig had. Oh, hey, makkertje. Nee, nog een makkertje. Ik heb al een magma cream, dus ik ben dankbaar. Thanks voor je droppie, vriend. Goed, nou, wat me nu nog eigenlijk te wachten staat is eigenlijk naar huis. Ik hoef hier eigenlijk niet meer te zijn. Ah, daar is die weer. Hello, hello. I am back. Hit die portal. Ik vind dit een hele rot portal eigenlijk. Want je kan er alleen maar uitkomen via de nether fort. Dus je kan niet zeg maar de nether inlopen en dan hopen dat je weer ergens... Oh, waar ben ik? Hallo? Wel een mooie Joost's Rudy poster, maar wat? Oh, dat is de beest van Rudy. Wat doe ik hier nou weer? Hij heeft hem bij. Oh, hier woont boer Rudy. Hallo, medeboer hierbij. Voor meer producten naar... Oh, Jamesy. Wat doe ik? Dit is compleet niet waar ik heen wilde. Het is wel nacht, though. Laat ik eventjes slapen in Rudy's bed. Vindt hij vast niet erg. Ik bedoel, Rudy en ik maken het theater zo samen. Dus we slapen af en toe ook wel eens samen. Waar is je bed, joh? Hier. Hoppakee. Good morning this morning. Jatta. 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 En ik ben level up. Wauw. Even denken hoor. Hoe komt men ook alweer bij de toren? Want die zit hier als het goed is ergens in de buurt. Oké, ik ben net voorbij de base van Jamesy. En daar is Toresan. Hij was dus in de buurt van Jamesy. Ik heb gewoon de lift even genomen. Of de trap. Of nee, niet de traplift. Joost, waar heb je het over? Ik heb de mooie rail systeem gebruikt die ze hebben gemaakt daar al. Wat is dit voor een rotplek? Waarom heb ik mezelf ook helemaal hier omhoog gebouwd? Joh? Oh, ik ga wel in die boom vallen. Geronimo! Oké, als het goed is aan deze kant zit de ingang. En dan kunnen wij via hier ook eventjes door naar de base van Duncan. En dan daar eventjes mijn spulletjes weer ophalen. Want die heb ik natuurlijk eventjes gedoneerd in zijn brievenbus. Hallo Boris 3. Hoe maak jij het? Nog steeds lekker levend. Oké, wee. En even kijken. Brievenbus. There we go. Geef me alles maar weer terug. Dank u vriendelijk voor het bewaren. Oh, wacht, ik heb alleen niet dat boek nodig. Nee, die is wel. Dat is mijn questboek. De wederopbouw. Die moet weer terug. Oké, laten wij eventjes de fast travel nemen. Woehoe! There we go. En dan ga ik eventjes kijken naar die bijen. Want als het goed is, zit er in de buurt hier nog een bijennestje. Daarvoor hebben we wel even Boris nodig. Want hij heeft de lead om zich heen. En we need the lead om de bijen mee te nemen, mochten we er eentje vinden. Dus Borisje, how you do? Ha! Daardoor is het volledige mooie honingnestje wat ik had gemaakt. En ik zie daar ook al een bij. Hallo bij. Oké, wat nou als ik jou meeneem? Komt u mee? Ik heb eigenlijk even 2 bijen nodig. Dat zou het beste zijn. Want met 2 bijen kan ik natuurlijk ze laten breeden. Ik weet niet of wij met 1 bij namelijk gaan redden. Maar het is al een begin. Ik weet trouwens ook niet of wij hem zomaar in onze bijenkorf krijgen. Want ik had gelezen of gehoord dat als je als een bij commit aan zijn bijenkorf, dan gaat hij zeg maar niet zomaar in een andere bijenkorf. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nee, Boris 3! Nee! Ik denk dat het gewoon beter is als ik geen paarden meer tem. Legit. Waarom rende die van alle plekken de lava in? Oké, ik kan er at this point kan ik eigenlijk alleen maar om lachen. Maar het nadeel is wel, ik ben een cello kwijt. En ik ben mijn horsearmen kwijt. Oh. Ik was eigenlijk alleen maar eventjes wat bloempjes aan... Oh, waarom zit jij achter me aan? Ik was eigenlijk even wat bloempjes aan het plukken voor die bij. Want die heeft hij nodig. Oké, rot even dan op voordat je me bij raakt. There we go. Oh, Boris 3.0. Wat een oen is het ook. Ik stap er gewoon uit. Af. Ik stapte gewoon af en hij ging als een wilde jongen. Ging hij de lava in? Wat een zak. Oh, man. Ik kan er wel verdrietig over doen, maar ik vind het eigenlijk wel een beetje grappig. Gewoon de ironie dat ik gewoon legit in 2 afleveringen achter elkaar gewoon 2 paarden weet te vermoorden. Is toch wel wonderbaarlijk. Ik moet wel zeggen dat beide doden van allebei mijn paarden compleet per ongeluk waren. Die creeper was daar ineens. Dus dat was niet mijn schuld. En deze jongen die liep gewoon de lava in. Deze was suicidaal. Oké, hallo paardvrienden. Ik heb slecht nieuws. Jullie tweede broer, niet Boris 2, maar Boris 3... is ook gestorven. Het spijt me, ik zal jullie gewoon niet meer temmen. Ik weet dat elke keer als ik een van jullie groep tem, dat ze gelijk ten onder gaan. Dus ik laat jullie wel gewoon in vrede rondzwerven. En ik zoek wel een paard uit een andere biome. Want dit is... het zit me niet mee, dames en heren. Het zit me niet mee. Ik moet trouwens ook oppassen dat ik niet per ongeluk die bij ga mappen. Want dan heb ik een probleem. Oké, laten we even kijken of wij deze bij hierin kunnen laten gaan. Komt u maar in uw honk. Ik weet niet of dat zomaar gaat. Ik weet niet of hij hier zomaar ingaat. Hij zit er wel naar te kijken, dus dat is een idee. Hij is geland. Ik rag even hier wat bloemen neer. Wat verschillende soorten bloemen, zodat hij genoeg heeft om te poloniseren, laten we maar zeggen. Oh, hij volgt mij ook. Oh, wacht. Als het goed is, kan ik hem dan zo maar afdoen. Ik heb hem nu een bloem gegeven. Ga je er nou in? Can you go in, please? Can you go inside? That would be very nice. Gaat hij erin? Het leek er even voor een seconde op dat hij erin ging. Hij is volgens mij wel lekker aan het polletjes aan het pakken, zoals je ziet. Hij zit lekker met de bloemen te frutselen. Dus dat is nice. We hebben in ieder geval genoeg bloempjes neergezet voor hem, dat hij dat kan doen. In de tussentijd ga ik wel gewoon even wat meer bloemen neerzetten. Oh, oké, als ik bloemen in mijn handen pak, dan wordt hij natuurlijk helemaal wild. Zo, als het goed is heb ik nou genoeg wel bloemen geplaatst. Het ziet er wel naar uit. Er zitten wel een beetje veel bomen hier. Misschien ook even een paar weg omhakken. Kom eens even hier. Ik ga even een paar bomen hakken, want ik vind iets te veel begroeiing. Die 2 zijn weg. Dan zal het wel goed zijn. Ga jij nou eventjes in dat ding? Kijk, je zit helemaal onder de pollen, joh. Kan je er even in? Kom maar, doe maar even een lol en ga erin. Oké, ik heb een klein beetje het gevoel dat deze jongen niet in het nest wil. Overigens heb ik wel een ander idee of een andere theorie. En dat is misschien dat ik 2 bijen moet laten paren. En dat ik dan de nieuwe bij die eruit komt, zeg maar, wel in het nest kan doen. Want ik heb het gevoel dat, zeg maar, bijen die al een nest hebben, niet meer in een nieuwe willen. Dat is mijn theorie. Dus wat ik even ga doen, is ik ga even een fenspol maken. En dan ga ik daarvan eventjes... zodat ik er even voor kan zorgen dat deze beide niet vandoor gaat. Laat ik dat allereerst even doen. Oké, hier is onze fence. Even kijken. Bijtje. Oké, bijtje zit er nog steeds lekker rond te hangen. Kom eens even hier naar beneden. Hoppakee. There you go. Ik ga jou eventjes hier vastmaken. Puur dat je er niet weg kan vliegen. That would be nice. Als jij daarin gaat, ben ik je heel erg dankbaar. Daarvoor vind ik het niet eens heel erg als de lead, zeg maar, weggaat. Maar this is it voor now. Ik ga wel intussen even op zoek naar nieuwe bijen. En ik denk dat ik trouwens ook even naar jouw honingkom ga om gewoon daar eventjes wat uit te halen. Want of er zit nog een bij in. I don't know eigenlijk. I don't know. Oké, whatever. Goed, ik ben terug. Laat ik eventjes die magma cream pakken. Waar zit mijn nether chest ook alweer? Hier zo. Oh, wacht. We hebben hem bij rare mobdrops gedaan waarschijnlijk. Of niet? Oh nee, wacht. Hij zit hierin. Haha. Ik was hem alweer kwijt. Ik was alweer vergeten waar die zat. But we found him. That's nice. Oké, laten wij eventjes gaan kijken waar wij die mooie cactus gaan plaatsen hier in de base. Want dat is natuurlijk de comment die wij hebben uitgevoerd. Dus even zien. Dit is wel een mooie plek hier. Het is gewoon letterlijk een plek waar we eventjes een cactus planten. Like... Oh, we kunnen geen cactus planten? What's this? Oh, wacht. We hebben sandstone geplaatst. Dat is ook niet zo slim. We moeten zand plaatsen. Geen sandstone. There you go. Hoppakee. En als het goed is, als wij hier ook iets tegenaan gooien, dan verdwijnt het. Oh, nice. We hebben een dispenserblok. Hey, dat is legit wel handig eigenlijk. Hoppakee. En deze brandt ons huis niet af. Ik wist dus legit niet dat dit bestond, hè. Ik vind het echt wonderbaarlijk dat dit gewoon een ding is. Doei zand. Doei sandstone. Oké. Nice. Nou, we hebben een dispenser area daarachter de boekenkast. Oké, wat ik nu even ga doen is even snel terug naar de item roulette voor deze week. Naar de toren. En dan ga ik daardoor eventjes het een en ander... Hey, kun jij even een goede koe? Kunnen jullie eventjes met elkaar batsen, zodat ik meer koeien krijg? Thank you. I'm gonna feed all these cows, baby cows, zodat ze even wat sneller groeien. Want jullie groeien allemaal veel te langzaam, jongens. Kippen voor deze. En let's boogie. Goed. Ja, dat ga ik even doen. Even naar de item roulette. Trouwens, ik moet denk ik wel even mijn bij even een naam geven. Want ik ben heel erg bang dat hij gaat spannen als ik hem hier zo laat zitten. Oké, even snel dan. Oké. Queen Bee, be safe, don't go. Ik ga even naar de toren. En we kunnen trouwens dan gelijk eventjes kijken bij de base van Duncan of we daar nog een bij kunnen vinden. En while we are there, laten we gelijk eventjes de honing die ze hebben meenemen. Might as well. Hello, I am here, I am back. Hoppakee, 2 magma cream in de chest. Ik ben benieuwd wat wij daaruit gaan krijgen. Oké, even snel naar die bijen toe. Waar zit ze ook weer? Daar zo, volgens mij. Kunnen wij hierin springen? Dat kunnen wij zeker! Hoppakee! Nice! Hallo bijennestje. Good to be back. Ik weet niet of er nog bijen in zitten. Dat zou wel leuk zijn. Ik hoor wel een schaap. Hey, water sheep, how you doing? Oké, en... Thank you. Thank you, thank you. Zit er meer in? Niet echt. Tot alles? Het ziet er wel naar uit dat er wat meer in zit. Hoeveel hebben we eruit gekeken? 3 honeycombs. Oké, thanks. Geen bijen verder. Helemaal niet. That's a shame, that's a shame. Hopelijk kunnen we ooit weer een extra bij vinden. That would be nice. Oh! Oho! Dat was wel een bij. You were lying to me. Ik heb alleen geen lied bij me. Oké, naar huis. Bye Sama. Bye Chan. I need you. I need you in my life. Het wordt donker en ik moet snel naar huis voordat ik doodga door Creatures of the Night. Hij was hier net, toch? Hallo? Hallo? Ah, kijk eens aan. Daar ben jij, mijn jonk. Komt u mee? Want ik heb jou nodig en ik heb een mooie naam voor jou. Je bent vanaf nu King Bee. King Bee, hallo! Heb ik nou zojuist mijn lied gedupliceerd? Dat is best wel cool. Oké, extra lied, might as well. King Bee, ik heb iemand voor jou om te ontmoeten, genaamd Queen Bee. En wij gaan eventjes naar huis, zodat jullie eventjes een baby bee kunnen maken. En met baby bee kunnen wij hopelijk, waarschijnlijk onze nieuwe honeycomb bezitten, zeg maar. Oh, King Bee, 1 seconde. Ik heb een paar klojo's die me even komen bevechten. En nadeel is, als we hem killen, hebben wij waarschijnlijk een raid effect. There we go, we got one. We hebben even snel melk nodig eigenlijk dan, hè. Ik weet niet, telt mijn village... Nee, mijn village of mijn huis telt nog niet als een village. Dus dat is chill, want wij hebben nog geen enkele villager bij mijn base. Dus als het goed is zijn we safe, maar King Bee probeert wel telkens te ontsnappen. Kom even mee, King. Geen tijd om talent te fanteren, hè. We moeten naar huis. Ik moet melk drinken. Trouwens, misschien is het wel een goed idee om iets van een glazen kooi te maken, waarin wij Queen en King Bee kunnen stoppen. Aangezien ze waarschijnlijk toch niet in onze honeycombs kunnen. Dan kunnen we ze namelijk daarin gewoon doen. En dan kunnen we ze compleet laten voortplanten de hele tijd. En when we do that, kunnen we de baby's gebruiken voor onze persoonlijke honingcollectie. Dat zou wel nice zijn. Oh, toch wel? Are you kidding me? Nee joh, ik dacht legit van, dit kunnen we wel hebben, maar... Frik. Oké, ik zet King Bee wel even zo snel daaraan vast, want ik heb geen tijd om even naar beneden te gaan. Ik moet me voorbereiden voor de raid. Oh, ik dacht legit dat mijn huis niet als een, hoe heet het, geld, omdat er geen villagers zitten. Oh, ik heb hier helemaal geen zin in, jongens. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb voortaan gewoon melk nodig. Goed, dat kom ik doen. Ik kom even een fence halen. Dat hoorde ik. Ze zijn er! Makkers! Oké. Jullie zijn dus wel gekomen. Hallo. Oké, get out of my property. Hoppity, get off my property. Ik ben even aan het vechten. Ik ben even bezig met mijn bijen hier, oh. Jullie verpesten echt het moment. Nou, top. Nou, we kunnen wel weer meer van die Omnius banners verzamelen nu. Die we in onze oude mineshaft kunnen plaatsen. Zal ik mijn honden inzetten om mee te vechten, though? I mean, het is best wel grappig. Alleen, ik denk dat ze doodgaan. Fuck it. I'm down. I'm down. Woofer. Woofer en Subwoofer. Come with me. Woofer. Attack! Ik weet niet of deze mannen, zeg maar, ook mijn honden aanvallen. Volgens mij niet. Het is best wel nice dat mijn honden gewoon helpen. Lekker, jongens. Kill them all. Kill them all. Nice. Lekker, jongens. Ik heb alleen geen vlees die ik jullie kan geven. Dus dat is wel een beetje vervelend. Want misschien dat jullie doodgaan. Maar I don't know. Hey. Oké, stay here. Papa gaat even snel wat vlees halen. Ik weet niet of dat beest mijn honden kilt. Oké, 1 hond dood. Subwoofer was slain. Great. Oké, nogmaals. Ik over het feit dat ik geen goed baasje ben. Dit is alweer het levende bewijs. Ik heb geen arrows meer. Ah, frik. Oké, nu gaat hij mijn hond killen. Oh. Hey, Subwoofer is meegekomen. Thanks. Mijn levels. Jammer van Woofer, though. Ik heb legit gewoon al 2 freaking beesten. Oh. Woofer heeft gewoon... Heeft hij hem gekillt? Nice. Nice, jongen. You did it. I'm proud. Ik ben alleen wel een beetje verdrietig over Subwoofer. We maken wel weer een nieuwe Subwoofer. Moos. Moos en Woofer make it happen. Alleen het mooie is, Moos is dus zeg maar de zoon of dochter van Subwoofer. Sterf, please. Is dit het einde van de raid? Komt er nog eentje? Ik hoop dat dit het victory. We did it. Wat heeft het ons gekost? Een hond. Ben ik daar heel erg verdrietig over? Eigenlijk wel. Kan ik mijn verdriet tonen? Blijkbaar niet. Oké, Woofer. Here you go. Oh, Moos, sorry, maar je pa is dood. Het spijt me zeer, maar it happened. Oh mijn god. Oké, Bij, kom even mee. Ik was even bezig met jou. Alhoewel, ik wil eigenlijk dat jij bezig gaat met deze persoon. Oké, you eat some of this. And you eat some of this. And now make love. And give me a small bee. Small bee! How you doing? Kan jij hierin? Echt, mijn honden inzetten in battle was wel nice. Want ze hebben lekker wat damage gedaan op die beesten. En daardoor hebben wij een victory royale. Alleen we zijn er wel in kwijt. En dat is best wel verdrietig. Moos en Woofer. Subwoofer is dood, het spijt me. Trouwens, Woofer en Subwoofer hadden een kind. I can't remember. I can't remember. We zijn Boris 3.0. Oh, maar frickity frick. Ik heb het gevoel dat ze erin zijn gegaan. Volgens mij zijn ze er allebei in gegaan. Dat is nice. Alleen Queen Bee niet. Maar King Bee volgens mij en de baby zitten nu allebei in deze kooi. That's nice. Oké, goed. Oké, laten we snel nog even een extra kooi maken. Trouwens, eerst eventjes deze Omnius banners hier ophangen. Ik moet trouwens wel echt beter met mijn dieren omgaan, jongens. Rick joint. Rick, resurrect mijn dieren. Laten we snel nog even een honeycomb maken. Oké, we hebben een beehive en we hebben een campfiretje. En dan moeten we alleen nog even wat trapdoors maken. Oké, there we go. Dan kunnen wij lekker al die bijen eventjes hun ding laten doen, joh. Hotsakee. Wat nice. Hey, de mama en King Bee en of papa is het eigenlijk. Papa en babybij zijn weer buiten. Ik heb het gevoel dat ze lekker gebruik maken van deze mooie honeycomb. Laten wij de tweede dan maar eventjes hier neerzetten, denk. Like this. Kijk, vraag me af of je daarin gaat. We gaan het zien. Misschien dat ik eventjes iets van die bloemetjes er even omheen moet plaatsen. Gewoon just because. Oké, kijk eens aan, jongens. De koeienvoortplanting gaat al redelijk rap, moet ik zeggen. En kippetjes, jullie kunnen ook wel even lekker aan de bak. Het ziet er goed uit, jongens. We krijgen wel een flinke collectie hier, zoals ik kan zien. Laten we de babykip even wat zaden blijven voegen. Dat is de snelle groei. Kijk eens aan, joh. Gaat allemaal goed. Hoppa! Lekker, jongens. Onze boerderijtje begint al aardig uit te breiden. We hebben koetjes, we hebben kipjes, hondjes. We hadden er 3 ooit. We hebben bijtjes. Baby very happy hier. Ik hoop dat hij ooit hierin gaat. Of Queen. Queen Bee, go. Queen Bee is niet geïnteresseerd. Hun 2 gaan wel lekker daar. Top. Hey, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Minecraft. Ja, kies. Vond je dit nou een leuke? Doe dan een duimpje omhoog. Laat vooral in de reacties weten wat ik in de volgende aflevering moet doen. Hey, onze baby, kom even naar buiten, joh. Hey, en papa ook. Ik heb het gevoel dat dat mama is, trouwens. Oké, bedankt. Doei, doei.